Let's play. Vandaag zijn we alleen. Nee, grapje. Vandaag zijn we met. Lotte. Ik ben nooit alleen. Ik voel me zo awkward als ik alleen ben. Oh, twee Pokémons. Gaan we daar een Pokémon vangen? Ik neem die zwarte en neem jij die witte. Nee. Want ik heb een wit paard, dus ik verdien een zwarte Pokémon. Oké. Captor. Ja, oh, wacht. Captor. Heb jij een helemaal zwart shirt? Ik? Wacht, ik neem even mijn kledingkast mee. Ik ook. Kun je gelijk even uitleggen hoe het werkt? Glitch. Glitch time. Met Lotte. Oh, Jezus Fries. Ga jij eens eventjes in zijn stal staan. Zo op onze Fries? Ja, maar dan moet ik even mijn dinges. Mijn geer afdoen. Je geer? Mijn geer. Geer en goor? Ja. Oh god. Hebben jullie de nieuwe kanaal trailer of de nieuwe serie trailer al gezien? Hij is zo episch. Ik heb hem geëdit, hoi. Credits bij Lotte. Nee. Hallo, zadel. Ga er eens even op. Dankjewel. Love you. Ik heb een netwerkfout. Dat meen je niet. Hoe de fuck kan jij een netwerkfout krijgen? Ik wou een medaille bovenop een medaille doen. Ja, dat mag niet. En toen werd het zwart met gele blokjes. Cool. Nou, oké, mensen. Je zorgt dat je op je stal kan klikken. Op je kast. Sst. Een stapje af. Het is 12 uur 's avonds. 's nachts. Het is 11 over 12, grapje. Yes. Dan... Wij zijn bad boys, we mogen laten opblijven. Ja. Oké, dan druk je op je kast. En dan druk klik. Je... Dan klik het klikkertje op je kast. En wacht dan... op mij, ik doe met je mee. En dan... Godver... En dan... Nala, hi. Hier, ruik mijn voet. Ruik. Lekker. Zeg maar als je zo ver bent. Ik heb geklikkerd. En dan klikkert je op je. Op je dat je. Met dat handje en dat touwtje en dat paardenhoofdje. Yes. En dan loopt je weg. En dan als je ver genoeg bent bij de deur ongeveer. Dan stap je weer op. Draai je om en dan stapt je op. Ik moet wel omdraaien. Hallo, knol, alsjeblieft. En dan druk je op de deur. Zo makkelijk is het, jongens. Dan heb je je hele kast mee. Dan klikkert je op je deur. En dan heb ik hier mijn shirtjes. En mijn shirtjes. En mijn capjes. En je shirtjes. En mijn broekeltjes. En mijn schoentjes. En mijn handschoeneltjes. En je shirtjes. En mijn niksjes. En mijn huisdieren. En mijn shirtjes. Oh, ik wou hem bijna wegklikken. Ik ga hem aan het zwart. Same. Ja. Vooral die mooie bloemen staan er heel mooi bij. Kleren. Oh god. Nou moet ik gaan zoeken. Die heb ik niet. Dat kan nog wel even nu. Oh, was dat zwart? Nee, dat is blauw. Grapje. It's a prank. It's a prank, bro. En anders moet ik er iets gaan zoeken wat helemaal zwart is. Ah! En dat is het laatste wat ik ga kijken is helemaal wacht, zwart. Hoor jij dit? Ja, ik hoor... Is dat niet heb... Nee. Ik heb wel iets met wit. Maar dat is niet zwart. Wat heb je? Dit. Is toch ook goed? Nee. Oh. Ik weet waar die denk ongeveer zat. Wat zoek je? Hebben we nog meer zwart? Nee. Roze, blauw. Oh! Ik heb deze. Nou komen we bij de interessante. Ja, is dit is wel zwart toch? Dat is pittig zwart.
Ik vind Dat van is donker wel. genoeg. Oh, nou staan al mijn shirtjes weer in de war. Oh ja, uitrusting. Yeah. Volgens mij had ik een zwarte deken ooit gehaald. Die doen we maar niet om mensen, want dan wordt Lotte boos. Oh nee, niet. Dan wordt Lotte niet boos. Dat is handig. Lotte zoekt die met die Jee, dingen. bloem af. Die niet. Bloemen af. Oh, die bloemen. Hehehe, grapje. Ik weet echt niet wat mij bezielt vandaag. Ik ben bijna hetzelfde. Op shirt na. Je hebt nog een bloem aan. Ja, jongen. Ik was onderweg, maar die bloem die werkte niet mee vandaag. Oké. Tatarada. Gaan we Pokémon missie? Ik heb zin om mijn spinnetje om te doen. Niet dat je hem ziet. Zo, ik maar ben klaar. Dat boeit me helemaal. Die heb ik ook. Nee, nee, doe. Nee, doe. Die heb ik ook. Nee, we gaan helemaal in het zwart. We zijn zo zwart als de nacht, behalve mijn haar. En mijn bondje bij mijn zadel. En mijn haar. En mijn bondje bij mijn zadel. Ja, we gaan op zoek naar mensen. Nee, dit is de missie om vrienden te maken. Oh god. Mijn vriendenlijst is vol. Vrienden zonder vrienden te worden. Echt zo. Ik wil niet met jou in de groep. Die balk is daar even licht. Ja. Dat zijn, dat is een pokerstop. Oh, hier is er ook een. Ja, maar die geeft niet licht. Ja, oh. Ik zit in de pokerstop. Ik wou er echt bovenop springen. Oké, we gaan even onze pokeballs opladen. Oh. Geladen. Wordt er weer terug naartoe getrokken. Ja, ja, je gaan vrienden vangen. Hi, Conrad. Don't mind us. You can't see us. Oh. Moreland is leeg. Nee! Yes, staat er iemand en nog. Hoi! Iemand. We gaan mensen laten zien dat we heel vriendelijk kunnen zijn. Waar is ze nou heen? In de trailer. Oh. And she is gone. Oh. Er staat er hier nog een. Er staat er hier nog iemand. Ga je er staan, joh. Dat ziet er best wel... Oh my god, het hoofd. Dat komt door jouw paard heen. Oh, nope. Let niet op Lotte. Nee. Het geeft toch geen antwoord. Ben ik gemeen? Ah! Oké, Lotte, die is even de hele lyrics aan het opschrijven van Hello van Adele. Klaar. Welk level is zij? Level 2. Misschien kan ze niet typen omdat ze de mail niet heeft bevestigd. Dat kan ook. Kan je niet typen, ja. Typ ze. Nee, ik kan niet typen. Oh, ik dacht dat er iemand liep, maar dat was die NPC. Of blijf het kans. Is geen klein kind, want die is niet zo lang. Ah! 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 Yes.
Dat shirt is fucking blauw wat ik aan heb. En ik heb mijn kast weggeklikt. Joepie. Ik kan geen vrienden. Ik niet. Ik kan geen vrienden maken. Nala, smell my feet. Lotte is even de boel aan het slopen. Ik ben een pak aan het ronddraaien. Ik ben op missie om weg te gaan. Wat? Ze snapt het niet. Hallo Jenna en een kleine witte poes. Slachtoffer. Ik laat Lotte wel het woord doen. Die is daar zo goed in. Dat het niet. Wat? De outfit Die is chick zo... heeft een Shire. Die net haar homestable in is gegaan. Echt? Ja. Inspecteer. Level 9. Een Shire. Ze heeft niet eens een pony. Gaan we nou serieus hier wachten? Volgens mij komt het er hier niet uit. Meestal is het hier toch altijd. Meme staat op een doos. Oh nee. Ze is weg! Wat is weg? Onze vriendin, Rosalie. Ze heeft me wel toegevoegd als vriend, dus wij zijn die besties. Oh, fuck you. Wow! Zo! Een beetje poerpel. Is ik weg. Ga het zien. Moet je eens even naar de luifel hier kijken, hierboven, dat zonnescherm. Dat heeft een vet raar patroon. Welk luifel? Hier, boven dit winkeltje. Dat patroon loopt, is vet raar. Dat is volgens mij de stal van... Dat is een stal. Of zo, ik weet het niet. Ja. Dat is een platte grond of zo. Oké, zullen we heel hard wegrennen voordat ze de stal uitkomt? Want ik word een beetje bang van de paarsheid. Ja. We gaan naar... Oh, net op tijd! Ze kwam net de stal uit! Oh my god, die geel. Gaat ze weer, hoor. Ik schrok van je. Ik dacht dat hier iemand reed, maar het is een NPC. Ja, dat zei ik net ook al. Ik denk, oh nee, het is een NPC. Nee, verdorie. Verdikkemus. Er komt niks, geen paars gestalte achter ons aan. De purple rider.
De Purple Knight. Fight till the end. Oh nee, dat was jouw tekst. Oh, bus. Hi, bus. Doei, bus. Ah! Kijk die mooie vuurtoren in de verte. Welke vuurtoren? Best... Oh, mensen, zoveel mensen. Dat is die Gwendoline Swiftfall, is, vriendin, is die heb ik als vriend. Hello, poepel. Dat ga ik ook letterlijk schrijven. Oh. Oh. Piepen. Ursula. Dat klinkt niet goed. Ursula. Fuck you. Nee. Ik ga me verstoppen. Oh, niet. Oh. Kom je ook bij ons dan? Waar ben jij? Bij hen? Ah, echt niet. Echt wel. Je bent daar. Je kan dat zo. Oké. Nee! Lotte, don't leave me. Winnie, don't leave me. Ze wil geen vrienden zijn. Oké, dan niet, doe je. Niemand wil onze vrienden zijn. Iedereen haat ons. Dit wordt een hele emotionele video, mensen. Ik heb kut meer. Oh, doei. Doei, boot. Doei, Felicia. Laf, boot. Doei, Felicia. Boot. Ik heb een spin in mijn, op mijn hoofd. Kijk hoe groot die is. Kijk, kijk mensen. Mijn paard zegt van niet, maar het is wel zo. Zit je nou te lachen, joh? Oké, mensen, bel even 112. Oké, doe dit niet. Bel geen 112, was een grapje, doei. Het was een prank. Prank, joh. Ik heb strikkies. Wat heb jij? Strikkies. Zie je ze? Ze zijn een beetje zwart. Ja, we moeten ook in het zwart. Ik ken niet. Ik ben mijn kast kwijt. Heb je weg? Ja. Ja, echt een klootzak. Doei, Felicia. Jongens, trouwens, ga even de serietrailer kijken als jullie het nog niet hebben gezien. Staat er al op. Al een heel tijdje, denk ik. Oh god, nee Lotte, nee! Je bent er niet af, hè? Nee, ik was er niet van om eraf te gaan. Ja, ik ken jou langer dan vandaag. Ik wou je gewoon echt laten schrikken. Het is je geluk. Nee, dat... Waar de fuck gaan we eigenlijk heen? Ik ben er... Jarla... Nee, andere. Die andere. Oh ja, daar kom je veel mensen tegen. Kom er een dark voor. Daar kom je vast veel mensen tegen. Ja! Rechts onderin mijn kast staan. Hello. Ik stuur zo'n foto van mijn kast. Mensen, let op. Als het goed... Ja! Ja, het gebeurt me... Het gebeurt fucking weer. Hè. Kijk naar dat blauwe huisje. Die staart. Die wat? What the fuck? Wat is er? Als je aankomt... Zie... Ja! Ik zie dat... Ik zie die staart weer. En dat was jij. Huh? Ik zweer het, dat was jij. Ik wil naar Jarlheim.
Dat is niet een goede boot. Maar in Jarlheim heb je geen huisjes en dan kan je het niet zien en het is zo irritant. Doei. Wat? Weer met de boot. Lotte? Fuck you, je bent naar home gegaan. Niet, ik ben de boot. Echt? Ja. Dat kan niet, want hij was al weg. Nee, ik sta erop. Ik ben serieus terug aan het gaan voor het midden. Fuck you. Ah, fuck you. Let op die huisjes als je aankomt. Let alsjeblieft op. Oh nee, niet, want je bent alleen. Laat maar. Fuck you. Wat gebeurt er dan? Ik zie altijd een staart. Ik zie serieus altijd de staart uit die huisjes komen. En het is zo raar. Wat voor staart? Van een paard? Ja. Net was het jouw staart, want tot op het moment dat jij spawnde, toen was hij weg. Mm. Jij zat gewoon stiekem in het huisje verstopt, jij. Ja, ja. Nee, moet je maar opletten als die video online staat, als ik het zeg. Dat is goed. Echt waar, ik zweer het je, je ziet hem. Ik zie geen geest, echt niet. Daarom denk ik dat jij hem nu niet ziet. Hi, bus. Groen-gele bus. 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 Server. Wat? Een bus serverus. Nee. Ben jij? Ik ben onderweg. Ik ben bijna bij de haven. Oh, ik ben bijna bij de brug naar Jarlheim. Dat meen je niet. Ik ben naar de trailer toe gerend voor het punt en ben daar nu maar zo gelopen gegaan. Ik wacht wel even aan het begin van de brug. Fai paard. Muis, muis, oh muis. Ja, trouwens. Ik wil het even hebben over dat hele drama toen op die video, weet je wel. De mensen die er toen op hebben gereageerd weten wel wat ik bedoel. Die van de Jorvik stallen, die update video. Ja, van dat wij onze fans haten en dat soort shit. Ik bedoel, kijk, stel je even voor. Een hele dag hangen er mensen rond je heen die van alles van je willen. En die verwachten dat je met ze op de foto gaat, dat je vrienden met ze wordt en dat je terugpraat. En kijk, oh, we zijn er al. En hoor je dat? Nou, op zich, dat is best lastig om dat een hele dag vol te houden. Zeker over als je, ik bedoel, we hebben alle twee nog niet gigantisch veel abonnees. Echt niet. En ik bedoel, dan is het nog al best veel voor zo weinig abonnees. En ik bedoel, als het een hele dag druk is en alles om je heen hangt, dan, en je logt 's avonds in, moet je even inbeelden dat je ons bent. En dan hangen er weer allemaal mensen om je heen, terwijl je gewoon even met vrienden wil praten, of gewoon even rust wil in ieder geval, snap je? Ik bedoel, ga dan niet doorvragen of je op de foto mag, of ga in ons staan, of dat soort shit, weet je wel. Ik bedoel, laat ons dan ook, gun ons dan ook gewoon even onze rust. Als we dan zeggen van, ga weg, of laat ons met rust, accepteer dat dan ook. En ga dan niet zeggen dat we nooit iets voor onze fans doen of zo, weet je wel. Wij willen ook wel eens rust. Wij, wat zeg ik? Ja. Zeg je dat? In ieder geval, waar we de hele dag omringd door mensen. En dan loggen we s'avonds in met de verwachting van, dan kunnen we even gewoon met vrienden praten. En bijvoorbeeld dingen met de club doen, zonder dat iedereen rond ons heen hangt. En dan accepteer dat dan ook. Dan kennen jullie wel zeggen van ja, maar je moet de gevolgen maar zien als je bekende YouTuber wordt. Dan moet je maar geen YouTube doen. Ja, maar weet je, ik zeg ook eerlijk, hè, want wij houden alle twee van onze fans. Dat is echt waar. En het is heus niet erg als je een keer met ons op de foto wil of een praatje wil maken of zo. Kijk, als je ons s'avonds tegenkomt,
Ik bedoel, als je even snel om een foto vraagt, oké, ga dan, dat vind ik prima, maar blijf er niet om ons heen hangen. Kijk, als ze één keer zeggen van, zou je misschien alsjeblieft aan de kant willen gaan of wat dan ook, doe dat dan ook. Het is hier fucking uitgestorven. Ja. En dan zeggen we zo, na een paar keer zeggen we dan gewoon ga weg, weet je wel. Van laat ons gewoon met rust. Er is genoeg plek in de stiefbak. Je hoeft echt niet in ons te staan. En als we dan verplaatsen en je achtervolgt ons, dan nee. Ik bedoel, kijk, overdag vind ik het prima, weet je wel. Want dan kun je niet de een wel doen en de ander. Er is hier letterlijk niemand. Jawel, Johannes, Stijn Ja. en... Ja. Gun ons s'avonds gewoon onze rust als we daarom vragen. Overdag ook. Ik bedoel, je zegt wel van dat had je, dat zijn de gevolgen. Ik bedoel, we zijn dan nog wel, tenminste, ik ben dan nog wel niet zo heel erg bekend. Maar ik bedoel, maakt niet uit, al heb je 50 abonnees of al heb je er 50.000. Je verdient gewoon je privacy en je. Tijd voor jezelf, zeg maar. Kijk, en we zullen altijd wel haat krijgen of zo, maar weet je, dat negeer ik gewoon. Maar ga niet zeggen dat wij een hekel aan onze fans hebben, want dat is echt niet zo. Ik vind jullie stuk voor stuk al mijn 1700 nog wat. Ik weet niet hoeveel ik er nu heb op dit moment dat ik hem online gooi, maar al mijn 1700 mensen, fans, ik hou van jullie allemaal. Ik denk dat het met Lotte precies hetzelfde is. Ja. Maar ik Alleen, bedoel, wat Lotte. gun ons gewoon onze rust als we er om vragen. Ja, precies. En blijvend zeggen, ik vind het heus niet erg als we een keer of tenminste als jullie een keer met ons op de foto willen of wat dan ook, weet je. Maar ook net zoals in de praatchat of in de friendchat. Kijk, ik kan niet altijd antwoord geven. En word dan ook niet boos. Ik weet niet of dat bij Lotte ook zo gebeurt, maar word niet boos als ik een keertje geen antwoord geef. Ja, dan antwoord ik niet en dan is het 5 keer: Hallo Jennifer, hallo, waarom reageer je niet? Reageer eens, waarom negeer je me? Ja, Ik precies, ben dat ook heb ik ook. bezig. Ik En ben ik. niet. Ik bedoel, meestal als ik op Star Stable zit, ik doe niet zo eerlijk. Ik doe niet zo heel veel Star Stable meer voor gewoon plezier. Ja, ik doe het wel met plezier, maar ik bedoel, ik zit er vaker op om iets met Wendy te doen of om op te nemen dan dat ik het doe. Uit vrije tijd, weet je wel. Oh, ik wou hem neerleggen. Ja, dat wou ik ook. In ieder geval, ik hoop dat jullie dat een beetje begrijpen, want ik bedoel, wij verdienen ook gewoon onze rust. Al hebben we niet zoveel abonnees, het is toch nog best wel druk overdag. Ja, maar weet je, gaan ook. Weet je, loop ook niet de hele tijd te zeuren. Oh, hi. Te zeuren of wij opnemen. Weet je, als ik opneem en ik wil je erin hebben, dan zeg ik dat heus wel. En ik weet dat het soms een beetje lang duurt en dat ik met jullie dan een video op ga nemen. Maar weet je, ik heb het zelf ook druk met video's editen en zo. Ik bedoel, ik weet niet eens welk deel dit op dit moment is. Maar op dit moment heb ik dan straks nog een serie. En ik heb volgens mij nog heel veel video's klaar liggen wat ik er nog op moet zetten. Dus voorlopig ga ik ook niet filmen. Ja, toevallig nu, maar. Omdat ik het zei. Dus ja. En we waarderen jullie heus wel hoor. Ik bedoel, we maken genoeg tijd voor jullie vrij. Daar hoef je echt niet je zorgen om te maken. Ik bedoel. Nala, Kijk, ik valt hij snap eraf? dat wij voor sommige mensen van jullie gewoon. Dat jullie. Ja, het klinkt heel raar, zeg maar, tegen ons opkijken of zo, weet je wel. Dat jullie gewoon. Ons leuk vinden om te kijken op YouTube. Maar dat betekent niet, want jullie praten wel tegen ons, want jullie kennen ons beter als dat wij jullie kennen, hè? Ik bedoel, jullie spreken ons aan van, hey Lotte, van hoe ging het gisteren met dat en dat, omdat we dat in Let's Play, goed zo. Ik wil dat in Let's Play zeggen, maar jullie zijn gewoon stuk voor stuk, we kennen jullie niet. En dan is het heel raar om de hele tijd te worden aangesproken met dingen uit jouw privéleven door mensen die je niet kent. Niet dat ik het erg vind, maar ik bedoel. Als we dan zeggen van,
Ik bedoel, over sommige dingen vragen jullie dan wel eens door. Van bijvoorbeeld, als ik in een let's play zeg, of Wendy in een let's play zeg van, ja, dat we zeg maar even iets tegen elkaar zeggen, weet je wel. Van, oh, weet je nog wat er gisteren was gebeurd? Nou ja, dat was vandaag ook weer gebeurd. Zoiets, weet je wel. En dat we er verder niet over doorgaan. Daar worden ook wel eens dingen over gevraagd aan mij. Van, wat was er dan gebeurd? Maar dat zijn gewoon privé dingen, weet je. Ik respecteer dat dan ook. En dat had niet heel erg veel met dit te maken, maar ja, dat wil ik gewoon ook even zeggen. Ja, maar ik zeg ook heel eerlijk hoor. Ik heb ook heel vaak als ik op Star Stable zit, dan ben ik misschien wel online, maar dan zit ik ook heel vaak, zit ik bijvoorbeeld video's of zo te kijken, weet je wel. Dan staat je Star Stable gewoon aan, maar je zit op een bureaublad en dan kom ik later terug en dan staat er echt letterlijk een horde mensen om me heen. Die dan helemaal boos worden dat ik geen antwoord geef en zo. We zijn, nogmaals, dat heb ik ook wel gereageerd. Er was een beetje zo'n, ja, ruzie kun je het niet noemen. Gewoon een beetje een soort discussie of zo. En het was zo van, ja, dit zijn jullie verplichtingen. En ik zat echt zo van, je hebt nooit een contract getekend dat het verplicht is om altijd antwoord te geven. En altijd op foto's te gaan als mensen dat willen. Ik bedoel, hun kunnen dat wel willen, maar het gaat ons ook aan, weet je. Ja, ik wil ook zoveel, maar dat gebeurt ook allemaal niet. Ik wil ook wel een miljoen. Het is het leven, accepteer het. Kijk, en wat ik ook al heel vaak heb gezegd in mijn Let's Plays. Ik had echt niet kunnen verwachten dat ik zoveel abonnees zou krijgen. Want ik begon, letterlijk begon ik YouTube gewoon voor de fun. Om mijn video's een beetje kwijt te kunnen. En gezellig. En ik had echt niet kunnen verwachten dat ik letterlijk meer dan 1000 abonnees zou krijgen. En ik kan het nog steeds niet geloven eigenlijk. Ik had nooit verwacht dat ik meer dan 20 abonnees zou krijgen, man. Weet je, blij dat met mijn 15 abonnees. Waar is die kutkip? Oh, hier. Hi. Nee, maar dat had ik precies hetzelfde, hoor, wat jij ook hebt. Ik was ook onwijs blij dat ik op een gegeven moment 10 abonnees had of zo. Of ik zit vast. Zo'n 100 was echt. Oh. En toen werd het al meer en al meer en al meer. En dan was ik zo blij om. En nu heb ik er 1700. Ik kan er nog steeds niet geloven, hoor. Ik bedoel, het maakt niet uit. Ik heb er 450, denk ik, als dit wordt geüpload. En Wendy heeft er 1700, maar we worden alle twee evenveel aangesproken. Ja, maar dat komt omdat jij. Ik heb wel meer abonnees, maar ik, de meeste let's plays maak ik met jou. Mm-hmm. Tenminste, en alle bedoel, let's plays. Maar dat is het main punt van waarom ik dit gespreksonderwerp aanknoopte. Is van, gun ons gewoon onze rust als we erom vragen, alsjeblieft. Want het is al druk genoeg. Ik zal wel even in de titel zetten, belangrijk. En nogmaals, ik hou van jullie allemaal, stuk voor stuk. Ik weet niet eens wie jullie zijn, maar dat maakt me niet uit. Ik vind het ook altijd hartstikke leuk als ik mensen tegenkom die me herkennen. Maar ik bedoel, hou het ook gewoon een beetje. Behandel mij en Wendy zoals je zelf zou willen worden behandeld als je bekend was. Dus ga niet helemaal vol spammen en allemaal dingen van hem vragen en van haar vragen. En ik bedoel, hou het gewoon leuk voor iedereen. Ja. Yep. Het was stil. Ik bedoel, voor de rest vind ik het echt niet erg, maar soms heb ik gewoon echt even behoefte aan rust. En dan sta ik bijvoorbeeld met Scarlett in de bak. En dan staan er in één keer 20 mensen rondheen. En dan lopen we weg naar een ander punt van de bak. En dan worden we gevolgd. En dan vraag ik zo van, niet tof. Laat ons alsjeblieft gewoon even met rust, weet je. Kijk, en denk ook niet dat ik de hele dag achter Lotte de reet aanloop, hoor. Als hij met Scarlett bezig is, dan weet ik, als hij bij Scarlett staat, dan heb ik echt zoiets van, ja, oké, ze is nu even bezig. Ik ga even mijn eigen ding doen. Bedenk dat zelf ook. Van, goh, oké. Ik bedoel, als jullie samen met je vriendinnen buiten zouden zijn en jullie zouden een kanaal zijn waarop je je gezicht laat zien, zodat mensen je herkennen, weet je wel. En je bent met een vriendin die je al, laten we zeggen, een week niet hebt gesproken en je wil daar gewoon even, weet ik veel, iets mee gaan
Je gaat samen even winkelen of zo. Heb je toch ook geen zin dat er de hele tijd 20 mensen achter je aan hijgen en dan allemaal vragen stellen van neem je op of dit en dit, weet je wel? Ja, dat is best wel irritant. Kijk, Dus op bij. kenmerken of zo, dat soort dingen, dan maakt het me eigenlijk niks uit, want dan Nee, maar is daar het. is het ook voor gemaakt. Dan hebben we ook echt zoiets van: Op dit is fandagen mogen we ons fans. zoveel vragen stellen, zoveel achter ons aanlopen, in ons staan als je wil. Ja. Als je echt zo graag in ons wil staan, of dat soort dingen, als je dat fijn vindt, kom naar fandagen. Er wordt toch, ik weet niet, wacht, ik ga nu kijken hoeveel abonnees je hebt, want bij de 750 houden we er weer een. Ik had het, maar er zijn mensen gewoon geabonneerd. Ja, misschien een YouTuber van die ghost dingen gehad. Don't know. Shaky, Nou shaky. jongens, nog twee en dan komt een nieuwe vendor aan. Oh God, no. Ja, je hebt terug, hè? 1748. We kunnen wel alvast een vendor gaan plannen op zich. Toch? Nou al. Ja, het is nu toch nog vakantie, dus we kunnen ze nog een keer de vakantie doen. Dan ben ik vrij, want dit jaar voor school wordt druk. Examenjaren hè, voor Lotte. En dan kunnen jullie misschien ook wel zeggen van goh, kom dan niet op Star Stable als je dan wat anders gaat doen. Maar op dat moment zijn we dan ook. Ik ben met Lotte heel veel aan het skypen tegenwoordig. Het is op Altijd. dit. Het is op dit moment is het ook precies, ze zijn iets 10 voor 1 of zo. Precies, het is 10 voor 1. Oh, echt? Bij mij Ja. nog niet. Maar goed, het is dus 10 voor 1. En En we skypen nog. ja. Terwijl mijn slaapritme kut is en ik eigenlijk moet gaan slapen, maar hey, skype liever met Wendy. En ik Yes. bedoel, het is niet verboden om op Star Stable te staan terwijl je niet op Star Stable zelf zit. Dus ik bedoel, wij mogen gewoon AFK staan. En als we dan weer terugkomen en we hebben niet geantwoord, dan is het niet verplicht om ook op alles te gaan antwoorden wat er is gevraagd. Weet je wat het is? Wij leven niet op Star Stable. Wij hebben buiten Star Stable om hebben wij ook nog een leven. Starship is echt maar een heel klein deel van mijn leven. En zoals de meesten van jullie wel weten, heb ik een kindje thuis rondlopen die best wel wat aandacht nodig heb. Ik Dus heb ook mijn kind, mijn Sammy. ja, Lotte die op haar kind. Klinkt zo raar. Ik heb een kitten De en die kitten. heeft ook veel aandacht nodig. En voorheen zat ik echt de hele dag op de computer. Ja, in de vakantie doe ik dat altijd wel. Maar ik bedoel, ik wil als de vakantie voorbij is sowieso ook gewoon weer meer naar buiten, zeg maar. Dat klinkt heel kut om na de vakantie pas naar buiten te gaan, maar. Ik bedoel, in de. Door de week, als het school is, dan heb ik nooit zoveel tijd om te skypen. Klopt. En, ja. Nee, maar ik heb ook wel eens momenten, bijvoorbeeld vandaag. Dan zit ik met Lotte te skypen, weet je wel. En dan gaat ze even naar beneden. Ja, en dan wacht ik ook gewoon rustig af tot ze weer terug is, hoor. Ik ga er niet vol spammen met: hey Lotte, ben je al terug? Lotte, Lotte, Lotte. Lotje. Nee, we was even eten en ik zei van dat gebeurt snel, maar het liep gewoon een beetje uit. En dan krijg ik ook niet 20 berichten binnen van, hey, waar blijf je nou, weet je wel? Nee, maar kijk, ik snap dat heus wel. Ik bedoel, je had op dat moment had je visite zitten ook nog. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, nou, misschien duurt het wel wat langer. Gewoon even rustig afwachten. En hoe kijk, jullie mogen best om me heen gaan staan als ik AFK ben. Dat vind ik geen probleem, want daar kan ik niks tegen doen. En dan kunnen jullie, als ik AFK ben, is het perfecte moment om een foto te maken. Gewoon mensen rond mij heen negeren en dan gewoon een foto maken, weet je. Dan heb je al tijd. Maar ik bedoel, als ik bezig ben met missies en ik word bijvoorbeeld wel eens gevraagd voor roleplays of dat soort dingen, weet je wel. En dan zit ik zo van, dan ben ik bijvoorbeeld aan het trainen of ik ben aan het opnemen. Of ik ben gewoon even bezig met Wendy of met iemand anders. Gewoon gezellig wat doen, weet je wel. Dan zeg ik ze van, nee, sorry, ik ben op dit moment dus bezig. En dan is ze van, oh, waarom? Je maakt nooit tijd voor mij. Ik bedoel,
Als ik voor ieder van jullie, ga even na, als ik voor ieder van jullie tijd vrij moet maken om een roleplay te doen, dan heb ik geen eens meer tijd voor mezelf. Kijk, en dit is geen haat naar jullie of zo hoor. Het is gewoon even gewoon een vraagje van gun ons gewoon onze rust. En we geven gewoon een paar voorbeelden. Want ik klink misschien helemaal heel erg bitchy of iemand die veel te veel vraagt of zo. Maar ik bedoel, Maar voor mij weet je. lul ik ook veel te veel en praat ik Nee veel te veel hoor. om het onderwerp heen. Maar ik wil gewoon even op zo'n aardig mogelijke manier duidelijk proberen te maken. Niet dat jullie ons compleet met rust moeten laten, maar gewoon als we erom vragen. En dat ik vraag echt niet vaak om rust hoor. Dat doe ik meestal alleen 's avonds als ik gewoon even de hele dag al bezig ben geweest, weet je wel. En dan vraag ik gewoon zo van, kun je me gewoon even met rust laten of zo? Of kun je even weggaan? En als ik dan zelf verplaats, als ik dan alsnog word gevolgd, ja, dan word ik geïrriteerd, ja, omdat ik gewoon ook mijn rust wil. Dat wou ik serieus net zeggen. Kijk, het probleem is, als jullie iedere keer door blijven gaan zeuren. Wauw, rood scherm. Ja, kijk, dat Dan is het dus. hebben wij op een gegeven moment. Dan wordt het ons gewoon even te veel. Dan hebben we. Ja, dan Zijn we kunnen de hele we. dag al bezig geweest met mensen. En dan daarna, dan wordt er, blijft er doorgevraagd, blijven we worden achtervolgd. En dan, ja, dan spat je soms gewoon en dan word je even boos. En pas op dat moment zeggen mensen van, oh, je geeft niet om je fans. Als jullie, nou, ik zeg wel jullie, maar het zijn er echt. Zeven achtste doet dit niet hoor. Dit is echt maar een heel klein deel wat dit doet. Ik ga niemand noemen, want dat is zielig. En dan, hoe heet dit? Ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. Maar het komt erop neer dat wij worden pas. Er wordt pas op ons gereageerd. Kijk. Er was laatst zo'n ruzie ook over zoiets, hetzelfde onderwerp. En dan wordt er niet gereageerd wat er zeg maar. Er wordt alleen gereageerd wat wij fout doen. Niet wat zeg maar, de mensen die rond ons heen staan doen. Van door blijven vragen en zo. Dat wordt er niet bij gezegd. Dus daar komen wij slecht over. Terwijl we gewoon aardig voor om rust vraagden. En dan loopt het uit tot iets waardoor we geïrriteerd worden. Was dat goed uitgelegd? Dat Ja. klinkt voor mij echt heel erg zoetsappig. Nee, helemaal niet. En het is gewoon nu even. Ja, ik weet het. We hebben zo wat hele let's play hebben het er al over. Maar we willen het wel gewoon even duidelijk maken. Weet je, ja, als we een keer boos reageren, wil ik zeggen, wij hebben ook een leven Ik buiten ben nooit echt Star boos. Ik Stable. ben wel eens geïrriteerd, maar ik ben niet boos. Kijk, en ik Ik heb ben ook wel eens. geïrriteerd. Vooral Kiara, die heeft ook wel eens momenten dat ik midden in een Star. Dat ik gewoon op Star Stable zit. En dat ze mijn hulp even nodig heb. En dan ben ik gewoon plots afwezig. Dan is het niet zo van, oh, ik ga even op mijn Dan ben je ineens mailbak midden in een kijken. gesprek weg. En dan heb je niet even de tijd om te zeggen van, ik ben zo terug. Kiara heeft even iets nodig. Nee, dan ga je gewoon naar je kind. Dan hoef je niet tegen mensen die waarin je in een pixelspelletje hebt gepraat bent, hoef je niet echt te zeggen dat je even weg bent. Want Nee, maar als het je mag bijvoorbeeld. gewoon weggaan. Nee, maar als het bijvoorbeeld ook ernstig is, ga ik niet eerst zeggen van, goh, één momentje hoor, ik moet even naar Kiara, want het gaat niet Het hoeft echt geen eens goed. ernstig te zijn, al wil ze een snoepje, je hoeft het niet te zeggen. Nee, precies. Maar dat is dus ons punt. Is even zo kort Maar we samengevat. houden nog steeds van jullie allemaal. Yay, love Alleen you. geef ons onze rust als we het willen, als we het Waarom vragen. denk je dat we een nieuwe serie zijn begonnen? Ja, dat kwam trouwens heel plotseling hoor. Ja. Ik had een idee, ik zo, Ben, schrijven. Oh, doe jij dat ook altijd daar? Ja, Geen ga zin ik om naar toch niet binnen helemaal te in, lopen. joh. Jawel, is gezellig. Oh, Mikey. Oké, okay, nou gaan Hallo. we stoppen met zeuren en dan gaan we leuk doen. Nee, Een ik wil nog. hek. Ik wil. Oh, ik wil alleen even de punten nog opnoemen. Het is gewoon. Ja. Als er om gevraagd wordt. Nee, oh, het is avonds laat. Nee, maar als er om gevraagd wordt, laat ons dan gewoon even met rust. En wil je foto's maken, mag je. Oh. Dan negeer je mensen om ons heen en dan ga je gewoon naast ons staan en loop je daarna gewoon weer weg. Ja, ik vind het geen probleem. Je kent toch Als je geen de mensen erger. daarna maar weer van de geer afhaalt, want ze hebben niks fout gedaan.
Weet je wat het is? Je kunt toch niet geen rare foto's op Star Stable maken, dus. Het schendt mijn privé niet. Privacy. Oké, dus. Als we zeggen, laat ons eventjes met rust, laat ons dan ook eventjes met rust. Foto's maken, wat Lotte ook al zei, kun je ook gewoon zo doen. Daar hoef ik niet speciaal voor naast je te gaan staan. Je kunt gewoon op je eigen houtje gewoon even wat mensen negeren. En dan gewoon dat er ruimte is. En dan ga je gewoon naast ons staan. Want als we in de bak staan, dan staan we... Of we staan stil, of we staan te praten met mensen. Dus we staan... Ja, ik bedoel, of we staan... Of we zijn niet aanwezig. Want als ik niet aanwezig ben, dan sta ik in Steve. En dan... Dus of we zijn niet aanwezig, of we zijn met mensen aan het praten. Dus kun je altijd gewoon een foto maken. Maar ja, blijf dan niet om ons heen plakken. Want dan komt ook... Als er zo'n hele groep is, dan komen er steeds meer mensen op af. Daardoor wordt het ook zo druk. Oké, volgende punt. Vraag niet de hele tijd of we aan het opnemen zijn. Als we aan het opnemen zijn en we willen jullie erin hebben. Zeggen we het zelf wel? Nou ja, op dit moment kan Lotte niet opnemen. Dan doe ik het voor haar. Ja. Dus vraag dat ook niet iedere keer aan haar. En ook vooral niet aan mij. En nog één ding. Daar word ik echt gek van. Vraag niet aan mij dingen die... Vraag niet aan mij of ik dingen aan Wendy wil vragen. Van, wil je aan Wendy vragen of ik in de club mag? Wil je aan Wendy vragen of ze een mailbox leegmaakt? Wil je aan Wendy vragen of ik vriend met haar kan worden? Ja, diegene die dat heb gevraagd, die hebben volgens mij nog steeds geen mail gestuurd. Hoor, ik weet het niet. Ik kan mijn hele mailbox leeghalen. Ik bedoel zo van, ik ben geen postduif. Ik hoef niet alles door te geven. Er was laatst ook iemand die had ruzie met jou, weet ik veel. Die was uit de club gegaan of zo. Geen idee wie, ik ga geen namen noemen. Kun jij tegen Wendy zeggen dat het me spijt en dat ik terug wil in de club? Ik ben hier niet om jouw problemen op te lossen. Nee, ik kom lekker zelf. Kun je mij zeggen waar Wendy is? Dan kan ik het oplossen. Je zoekt er zelf maar. Ik hoef niet jouw problemen op te lossen. Het komt misschien heel koud over, maar ik bedoel, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw, weet ik veel, dingen, conflicten of dingen die er in jouw leven omgaan met Wendy en dat je er vriend niet bent of zo. Dat los je zelf maar op, weet je. Ja, dat is ook nog een punt. Ga niet de hele tijd vragen of je vrienden met ons wil zijn. Lotte, doet die op, heb... waar ben jij? Ik ben achter je ergens heel ver, want ik zag... Als mijn vriendenlijst leeg... Hi. Als mijn vriendenlijst niet vol is, dan voeg ik iedereen toe. Als die vol is, dan is die vol. En met Vendag maak ik hem weer leeg. Zo simpel is het. Wendy doet dat ook. Yep. En weet je wat het is? Ik ga geen vrienden verwijderen. Ja, oké. Ik verwijder af en toe nog wel eens mensen, maar dat zijn echt mensen die never nooit tegen me praten, waarvan ik zoiets heb van, ja, nee, oké. Okay. Heel soms als mijn lijst helemaal vol is en het is al een maand verder of zo, haal ik even iedereen eruit. Niet een paar mensen, haal ik iedereen eruit. Behalve mij. Nee. Ja, en een paar mensen die ik al heel lang ken, weet je wel. Maar ik bedoel, dan haal ik alle mensen die ik zeg maar niet persoonlijk ken, of die ik van vroeger ken, die haal ik er even uit, zodat weer nieuwe mensen me kunnen toevoegen. En mijn lijst is nu ook nog niet vol. Ik bedoel, je kan me nu nog steeds toevoegen. En, ja, maar dat heb ik ook, hoor. Ik ga niet maar 3 mensen verwijderen, want dat vind ik... Oh. Kijk, ga niet lopen zeuren dat je... Wat doe jij? Die heb ik nog nooit gezien. Hi, Stinkje. Nee. Ik heb een soldaatje. Ja. Yes. Ik heb wel doorgegraven, maar ik heb doorgegraven op de plekken waar we al zijn geweest. Ik had money nodig. Oké, maar vraag dus niet de hele tijd door voor vriend, want dat is... Vraag niet door op dingen waarop we al antwoord hebben gegeven. En gun ons onze rust. Dat zijn de 2 dingen die we gewoon even wouden zeggen. Kijk, ik wil heus wel... Weet je, ik wil iedereen een kans geven. Ik wil niet alleen... Ja, een paar mensen de kans geven. En ik ga geen vrienden verwijderen. Ik ga geen mensen uit de club gooien. Omdat 1 iemand in de club wil. Dus blijf alsjeblieft daar niet over doorvragen. Af en toe filteren we de club ook wel. Dan gaan we alle namen langs. En zullen we zeggen van, is die vaak online? Ken jij die naam? Zie jij hem wel eens online? Dat soort dingen. Dat hebben we van de week nog gedaan. Ja, en dan halen we er soms 10 mensen uit die we nooit online zien of zo.
En we strooien echt niet zomaar met club invites, zeg maar. Dat doen we echt wel gewoon rustig aan. En we hadden ook als idee om voor de volgende fandag zeg maar, een soort loting te doen. Om een plekje in de club, zeg maar, voor een getal onder de 20 of zo, weet je wel. En dan degene die het goed heeft, die mag in de club als hij dat wil. En Yes. dan, ja. Dus zeg alsjeblieft niet dat we niet iets voor onze fans doen en er niet om geven. Ik wil het geen eens fans noemen, dat vind ik zo'n kutwoord. Kijkers. Onze friends. Gewoon vrienden. Onze Jullie zijn allemaal vrienden van ons. besties. De ponycakejes family. Ponycakejes. Oh, je is zo cute. Maar we houden echt van jullie allemaal, alleen soms gewoon even, wordt het Niet. even te veel. We houden altijd van jullie, maar soms is het iets te druk. En zijn het er iets te veel bij elkaar. En als ze En afwezig waag het zijn. niet om hier nou weer op te gaan reageren. Dat zijn de consequenties van een YouTuber. Want YouTuber moet je gewoon kunnen doen zonder dat je er stress van krijgt. Want ik krijg er soms echt stress van. Shame. Oh, jij hebt hem ook. Jee, kom, we gaan tegelijk hakken. We gaan Wacht. elkaar hakken. Ja, 3, Ja? 2, 1, go. Dat ziet er echt zo Ik stom heb uit. een mozaïektegel. Ik heb 3 kokers. Ja. Oké, Volgens mij heb ik hem super. compleet. Ik weet het niet. Het Ik. is 6-lederen strippen, 1 lens, 6 Wacht, tubers en wacht. 2 Lederen trippels. strippen. Twee. Hoeveel ringen? 2. Hoeveel tubers? 6. Hoeveel lenzen? 1. Ik heb hem compleet. Ik bijna, ik moet nog 2 tubers. Oh, wauw. Ik heb 7-lederen strippen, hoi. Jij hebt ook doorgegraven. Nee? Oké. Waar? Ik graaf even goed wel door hoor. Hoe bedoel je? Wat, hoe bedoel je? Hoe bedoel je doorgraven? Jij hebt een keertje ook gegraven zonder mij. Ja, op plekken waar we al hebben gegraven. Same. Om van die medaille dingen te zoeken, weet je wel. Ja, ik had gewoon dingetjes en dan ging ik ze verkopen en had ik zin in. I don't fucking know. Oké. En dan nog laatste punt. Zijn we afwezig? Geven we geen antwoord? Dan geven we geen Zijn we gewoon even antwoord. bezig en dan moet je dat gewoon even. Ga dan niet vol spammen, want als je gaat spammen, dan komen we echt niet terug. En dan gaan we ook, als Dan we geef. terugkomen met een vriendenchat waar 20 berichten in staan van hallo, waar ben je, waarom negeer je me, gaan we echt niet antwoorden. Precies, dat wou ik echt net zeggen. Ik ga juist niet antwoorden op mensen die lopen te spammen. Als je gewoon één bericht stuurt van hey, hoe gaat het, dat soort dingen. Soms heb ik ook niet altijd zin in een gesprek. Dus ik reageer niet altijd op iedereen. Kijk, als je een vraag hebt, antwoord ik die meestal wel. Maar ik heb niet zin in 20 gesprekken die hetzelfde gaan. Zo van, hey, hoe gaat het? Goed met jou? Oké, okay, mooi zo. Wat doe je? Waar ben je? Dat soort dingen, weet je Ja, wat wel. heb je gedaan? Ga je nog Ga je opnemen? nog opnemen? Neem je op. Ach ja. Hallo, Behandel ons Lieke. zo als je zelf behandeld wil worden. Precies. Maar ik denk dat het wel was voor deze video. Ja, het was een best lange video. Volgens mij wel. We kunnen zo nog wel eentje maken, we zijn toch bezig. En dan kunnen we straks nog even zoeken. Search, oh. Dan niet. Dan ga ik niet die berg op. Nee. Oh. Nou, Sorry voor deze zijkletsplay, maar dat moest echt even. Ja. En ik hou ook van de mensen die tot hier hebben gekeken. Dankjewel. Als je tot hier hebt gekeken. Comment dan je favoriete kleur. Niet een woord, want dan gaat iedereen dat commenten. Comment je favoriete kleur. Voor paars of blauw of groen. Dat lijkt me wel grappig. Hoeveel mensen er dan een kleur commenten. Doe dat. Nou, kijk, ik heb het overleefd. Yay. Nou, mensen, dan bedankt voor Thanks het. for watching. Mijn kont zegt ook even doei. Oh, hi, billetjes. Shake that butt. Sorry. Maar, hoop dat jullie het begrijpen. En we zien jullie in de Shake volgende it like a Let's basketball. If you Play. don't, don't shake it at all. Doei. Bye bye.
bedankt.